Niet dat iemand die toevallig meer te besteden heeft een specialere aandacht krijgt. Weet ja, je, bij ons, zo. Ja, jullie zijn zelf geweest. Ja, ja, ja. Feel free, snap je? Je hoeft niet per se iets te kopen. Weet je, mensen zitten lekker bij de open haard met een koffietje. Ja, dan loopt die weer rond. En het voelt niet alsof je gedwongen wordt om iets te kopen, maar het is altijd gecreëerd om een soort van huiskamer te creëren. Ja. Zodat mensen gewoon thuis voelen. En chillen. Kom je 10 keer langs, maar je koopt niks, maar je brengt good energy. Super blij mee. Hmm. Weet je? Je noemde net al Burner Boy die de store binnenkwam. Mensen vinden het altijd heel leuk om te horen. Welke sterren zijn allemaal in de store geweest? De Fano Holwijn. Ik voelde het gewoon aankomen. Ik voelde het, hè? Die man zat, ik voelde het aankomen. Eén koppertje, hè? Ja, één koppertje. Nee, Burner Boy, eigenlijk bij iedere show in Nederland of in de omgeving komt hij langs. Oh, hard. Kanye West is geweest. Nee, joh. Ja? Ja. Ik heb die gemist, man. Wanneer? Ja. 2020, denk ik. Oh lijp. Kort. Ja. Lijp. Heeft hij gekocht? Ja, zeker. Toen was die Balenciaga track... schoenen. Ja. Ja, was wel vet. Was je erbij? Ja, was erbij, ja. Hoe dat was? Hoe was hij? Nee, ik zat boven op kantoor en Juan, onze marketingmanager, zat beneden. Die was in de winkel en dus hij appte mij. Hij zegt, je moet nu komen. Kanye West is in de winkel. Dus ik dacht, ja. Toen was Jeezy ook helemaal hot. Ja, en, weet je, wij verkochten Jeezy, dus leuk geintje. Dus ik kom binnen, maar ik kwam via de andere kant binnen. En hij blijkbaar was die... aan de linkerkant. Mm. En toevallig zag ik de broer van Johan. Die was ook aan het winkelen. Dus ik dacht, ik zei, Johan, dat is gewoon je broer, man. Ja, hou ja. op, man. Zei, nee, kijk verder. En toen, hij was daar gewoon solo. Solo? Solo. Ja, solo. Oh. Dus ik had Daan geappt. Ik zei, Daan deed inkoop. Ik zei, Daan, kom even beneden. Kanye West is beneden. Hij deed nog langzamer. Hij dacht van, ja. Ja, je lult. Yeah. Je lult, weet je. En toen kwam hij binnen. En Daan had toen die Balenciaga tracks aan. En toen, hij was vrij snel. Hij zei, I need those in a size 11. Oh, klaar. Ja, dat was klaar. Yeah. Nou, toen ging hij zitten. Ging even bij hem zitten. Even een colaatje gedronken. Gewoon even gevraagd, van, wat kom je hier doen? Toen was hij met een kunstproject bezig in Rotterdam. En, dat was toen hij in Rotterdam was, hè? Ja. Ja, ja, ja. Toen gaf hij ook aan van, ik ga aankomende periode vaker komen. Nou, toen sloeg corona in, dus toen is hij niet meer gekomen. Yeah. Eigenlijk vrij relaxed. Hard, man. Ja. Hard, man. Het was wel bijzonder. En wij hebben de policy, zeg maar, je vraagt nooit foto's met mensen. Yeah. Maar hij is natuurlijk wel, het concept wat wij doen, en vooral ook toen deden, is hij wel een van de inspirators geweest. Als je kijkt hoe hij mode een eigen touch heeft gegeven. En ook met Jeezy, wat voor ons wel een heel belangrijk productgroep altijd is geweest. Was voor ons wel, voor mij in ieder geval, een icoon, zeg maar. Yeah. Hij en Virgil hebben high-end. Zeker. Die brug gebouwd tussen high-end en streetwear. Yeah. Is luxury. Zeker, man. Zeker. Ja, en dus normaal doen we dat niet. Dus toen zei ik, ja, mogen we wel even met je op de foto? Toen maakte hij, zei ja, één foto. Gingen we buiten voor de deur foto maken. En later ging hij weg. En toen opeens, toen we dat hadden gepost op onze eigen social, stroomden allemaal die kids van al die scholen... om de winkel heen. Yeah. Gewoon binnen, is die hier, is die hier, is die hier. Later nog shownieuws en RTL Boulevard langsgekomen om te vragen. Dus als je ziet hoeveel invloed zo'n persoon heeft op de mode-industrie. En bij de jongeren is echt abnormaal. Daar was hij gewoon bij voor. Gewoon. Dus ja, dat was wel... Een wel solo. En solo. Iets gekocht, zeg maar. Ja. Dus dat is ook wel, zeg maar, speciaal. Zeker. En... ja, voor de rest, ja, wat is... Zoals alle Bad Bunny voetballers of zo weten wel. Gewoon. Nee, Bad Bunny niet. Nee? Oh. Juice WRLD voor zijn dood. Oh. Gunna. Okay. Ja, eigenlijk iedereen alle voetballers of basketballers. Eén atleet die er bovenuit springt? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Sowieso niet. Ik vind sowieso Nederlandse atleten er bovenuit steken. Eigenlijk iedere Nederlandse atleet is heel nuchter. Ja, zeker. Klopt. Tranquilo. Normaal, tranquilo. We hebben niet die attitude van kijk mij, snap je? En, ja. Nee, dat is niet echt atleten die er bovenuit springen. Ja. Ja. Maar sowieso, shout-out naar voren. We hebben veel meegemaakt met vorm. Oh, vakantie. We hebben veel meegemaakt met vorm, man. Shout-out naar die mannen van ons, man. Voren heeft ons in de private jet gezet.
ik werd opgehaald in, wat was het, BMW? Was het BMW? BMW, ja. BMW, in een BMW, ja, frisse BMW, ik maak een snap. Iedereen reageert, waar ga je heen in die BMW? Ja, ja man, hij staat, ik ga daar een private aviator lounge of zo. Ik drink daar mijn theetje, ik ga een private jet in. Nee man, ik heb mijn foto's, alles. Ja, hé bro, dat was niet normaal. Ja, ja, het was een gekke ervaring. Echt... Iedereen keek er ook naar van, hé, hey, wat gebeurt hier? Weet je, deze groep mensen... Met elkaar, Ibiza. Ja, was leuk. Ja, we stuurden onze pop-up toen in ja, Ibiza. In Ibiza, ja. Ja. En ja, wel onze grootste marketingcampagne op dat moment. Dus ik weet ook nog goed toen ik... Wie kwam op het idee? Het was mijn idee. Mm. En ik weet nog goed toen ik het ging pitchen bij Ed van... Yo, ik heb dit bedrag nodig, want we gaan dit doen. Ja. Zei die... Waar heb je het over? Yeah. Dus ja, natuurlijk heel plan gemaakt en zo. Ja. En verteld... wat voor waarde wij denken te hebben voor het merk daarin. Ja. Weet je? Kijk, het is natuurlijk ook investeren in iets om uiteindelijk daar later nog profijt van te hebben. Ik bedoel, dit was 3 jaar geleden. En 21 twee, of 22? 22, ja. Dus 2,5 jaar geleden als je de zomer kijkt. En je hoort nog steeds mensen erover praten. Als wij op inkoop gingen bij bijvoorbeeld een Root, die hebben dat ook gezien. Ja. Oh, lab. Weet je, dus ook voor jezelf als merk internationaal.